Ze is gevonden door een goede vriendin van mij, Louise. En ze geeft schrijfcursus op Dos Pos. En ze heeft haar gevonden op een berg in Rincon, zonder moeder. En toen werd ze gepakt door een hond. Dus toen had ze extra verzorging nodig, ook de wond. En de dierenarts naast de animal shelter, Falco, heeft haar gratis geholpen. Hij heeft haar leven echt gered. En ze heeft een half jaar speciale melk gekregen uit Curaçao om te groeien. En nu krijgt ze gewoon flesjes met water. Is het toch makkelijk om een ezel thuis te hebben? Het is prachtig. Het is het mooiste wat je ooit mee kan maken. Ik raad het iedereen aan om een ezel thuis op te laten groeien of te verzorgen, zodat de straten weer veilig worden, dat ze niet aangereden worden. Een ezel, een hond, weet ik, een hond is de beste vriend van een mens. Een ezel, hoe maak je het mee? Het geeft zoveel liefde en warmte wat ik nog nooit heb mogen ervaren. Het is prachtig en onvoorwaardelijke liefde. En het spelen is soms wat rauw met bijten en trappen, maar ik ben het gewend en het is heerlijk. Hoe oud is ze nu? Iets ouder als een jaar. En tot nu toe gaat het goed? Ja, soms heeft ze wat last van diarree. Maar ja, dat hebben we allemaal wel eens, denk ik. Hoe doe je om eten voor hem te krijgen? Boontje Quida houdt ze heel erg van. Dus de bruine boontje Quida. Ik vind ze ook heel lekker. Ik raad ze ook iedereen aan om ze gewoon heerlijk te eten. De meeste mensen op het eiland pellen ze eerst en dan eten. Het is heerlijk zoet. En ze houdt ook van yerba eten, gras en heel veel wandelen, dat is heel erg nodig. Dus je kan geen ezel houden in een stalletje en dan maar laten staan, want dan gaat het uiteindelijk dood. Tijdens het wandelen heb je geen problemen met honden en zo? Ja, maar dankzij mijn positieve energie. En ik ben niet bang voor honden, dus ik stuur ze liefde. Hey! En dan blijven ze weg en dan blaffen ze wel wat. Maar je loopt ook met een hond met je mee. Gaan ze goed, die ezel en die hond? Ja, het zijn de beste vriendjes. Maar ik ben echt haar moeder, dus vrijlaten is uit den boze. Wilde ezels die pakken haar, dus het is niet mogelijk dat ze dat... Dat gebeurt. Of ze wordt aangereden, want auto's zijn niet echt een bedreiging voor haar. Ja, natuurlijk zijn ze niet gewend meer in de natuur en zo. Ja, precies. En de wilde ezel, de ene die doet lief en de andere niet. Ik woon op een knoek. Ja. Alleen de ezels die weten toch altijd wel weer paadjes te vinden om er tussendoor te gaan. Je slaapt buiten met de ezel? Ja, ik in een tentje en zij gewoon... op het zand. Ginny, je woonde ook vroeger op Rincon, waar je met die ezel naar kinderen toe ging en zo. Wat kun je ons hiervan vertellen? Ja, ik heb ook op Dos Pos gewoond, bij Echo. En heb ik samen met Maria, met kinderen, de ezel fles gegeven, haar geborsteld. En ja, het was heerlijk. Samen met Julianka van Echo. En ook op een basisschool. Samen met Echo ben ik ook flesjes gaan geven. De kinderen vonden het prachtig. En achter haar aanrennen, heerlijk. ze is opgegroeid in een huis van Bocci Yanga. Ze poepte natuurlijk ook binnen. En extra verzorging had ze nodig, omdat ze de wond had. Sliepen we samen met haar binnen op een matras. Dankjewel en ik wens je veel succes met uw ezel. Dankie, Masha, dankie.